Een uur of vier na de door haar gewonnen 800 meter arriveerde Ellen van Lange in de tent naast de kakboot. De eerste zoenen zijn van André Bolhuis. Ja, hè? Harry wilde natuurlijk meteen die gouden medaille zien. Ja, dat is hij. Dat komt hij uit, hoor. Nou, dat gaan we even zien. He, he. Zwaar is die, hoor. Eindelijk goud, hoor. He. Dat is nou precies waar het allemaal om ging. Ja, uiteraard. Kijk wat ik voor je heb meegenomen. Een heel mooi shirt. Wil je dit even aantrekken voor mij, alsjeblieft? Ja hoor. Dus wel, waar het eigenlijk allemaal om gaat hier, dat is om het goud. En ik heb me daar zo enorm voor ingezet, dan kan jij als enige van de Nederlandse ploeg ongestoord mee lopen. Want je hebt dat verdiend. Nou, is dat even mooi? Dat is goud, goud, goud voor jou. Ja? Moeder van Lange is er ook. En dan gebeurt het onvermijdelijke. Wassenaar sings Queen. Een discootje opzoeken. Even lekker uit je torenflat. Even lekker uit je torenflat? Ja. Is dat de uitdrukking? Ja, dat is de uitdrukking. Ja? Dan gaan we niet meer uit het dak? Nee, uit de torenflat. Uit de torenflat, dat is hoger. Ja. En dan, achter wat voor mannen aan? Hebben we het over Zweedse zeilers of over Finse worstelaars of weet ik veel, Spaanse obers? Nou, wat hebben we? Nou, ik heb gedanst met Yannick Noah, dat was wel leuk. Met wie? Yannick Noah. Daar heb je mee gedanst? Ja. Oh, vertel eens even. Nou, gewoon, ja. Niks bijzonders hoor, is ook maar een persoon. Ik vind alles goed en wel, als het maar geen Spaanse ober is. Denk je erom? Never. Never, hè? Dat beloven jullie mij, hè? Ja, waarom is dat? Ja, dat wil ik gewoon niet. Dat vind ik nou zo ordinair en zo plat. Ik vind alles goed. Je mag met Jan en allemaal meegaan, maar niet met een Spaanse ober. Hè? Oké? Okay? Ja, oké. En condooms, hè? Todos. Ja, voor Todos, ja. Hé, Manolo, neem er zelf ook een. Hé. Kom eens. Tony, zeg. Wat is de bedoeling?